De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen, Surfam, verhoogt vanaf 1 augustus de WAM-premie met 40%. Hiermee wordt ook de standaard WA-dekking voor motorrijtuigen naar 70.000 SRD verhoogd. Voor bromfietsers gaat de dekking naar 18.750 SRD. De verzekeringsmaatschappijen zeggen dat deze verhogingen nodig zijn vanwege de hoge inflatie. De doorsnee burger meent dat met alle verhogingen het leven in Suriname steeds moeilijker wordt gemaakt. Sana idee de man zei dat hij moet doen. En als hij net rangakba, dat hij wan iwan iwan, put dat erbij te. Dat is soap sanga agetu. Isabi. Dus sami abif tak fatur dat hij minimaal tak voer. Maar mij nog vinden eens. Met de man denki, a poor people, te de mij make de bus lessen. Want a meerderheid na a poorti. Isabi toch? Dus de man moet denken aan meerderheid. Isabi toch? Altijd om denken aan meerderheid. Want een meerderheid naar een portefeuille. Is dat beter? Dus naar dat we bedoelen. Te bijvoorbeeld, je hebt de smijkel live, tapa internet live, zo, zo, zo. En de mensen hebben een boom, de mensen hebben viering. Dus je ook aan de prijs te passen aan in de porti. Alles stijgt. Het maakt het leven moeilijk hier zo. Het maakt het vooruitkomen moeilijk. Het demotiveert mensen. Dus ik snap dat dit nog, weet je, de druppel is die de emmer doet overlopen. Dus ik vind het wel, ja, ik snap dat het moeilijk is, maar waarom is het omhoog gegaan? Dat is ook een vraag, denk ik, die we moeten stellen. Ook de tarieven voor keuring en herkeuring van motorrijtuigen wordt met 300% verhoogd. De regering wil hiermee de verkeersveiligheid verhogen. Naar verluidt zal er in plaats van 10%, nu 35% van het te betalen bedrag bij de keuring van het voertuig worden afgedragen aan de Stichting Herkeuringen, Rij- en Voertuigen. Ook deze verhoging valt niet in goede aarde bij burgers. 300%. Deze mannen zijn grappenmakers. Maar wat ik me afvraag, toch? Kijk, alles is omhoog gegaan. Benzine. Die koers door die devaluatie. Dan verwacht je verhogingen. Maar waarom 300%? En ook als we 300% zijn, toch? Waarom kan het niet geleidelijk? Dus bijvoorbeeld eerst 100%. Dan kijk je wat de situatie is. Dan weer die 100%. En dan kijk je weer en dan weer een 100%, maar in één keer. Maar heeft u ook gemerkt dat deze regering omgekeerde beleid voert van wat men heeft beloofd. Wij hebben ook geprobeerd een reactie te krijgen van de voorzitter van de Surfam. Tot bij de samenstelling van ons journaal was het nog niet gelukt.